Nooit eerder werd er een ballet gemaakt over de Nederlandse spionne en danseres Mata Hari. Ted Brandsen, artistiek directeur van het Nationale Ballet en choreograaf van Mata Hari, raakte door de Friese wereldster geïntrigeerd. In deze video zie je hoe dit ballet, dat in 2016 in wereldpremière ging, tot stand is gekomen. Van muziek tot choreografie, van kostuums tot decor. 100 years ago, she was one of the most famous women in Europe. Now, that was a sensation. Within months, she was the most famous person in Paris. Mata Hari was iemand die zichzelf moeiteloos een nieuwe identiteit kon aanmeten. Overal waar ze kwam, overtuigde ze als de exotische danseres en als courtisane. Janine Brocht schreef het libretto van Mata Hari en verdiepte zich in het leven van deze uitzonderlijke vrouw. Ten eerste, ze was natuurlijk een danseres. Dans is adem en adem is leven. En leven was wat zij 300% deed. Ted Brandsen werkte in dit ballet nauw samen met prima ballerina Anna Tsigankova in de hoofdrol. Mata Hari was een mysterieuze vrouw met vele gezichten. Van een doorsnee meisje uit Leeuwarden groeide ze uit tot een ware femme fatale. En al die gezichten vragen veel van Anna. It's like a combination of strength, creativity, intelligence and eagerness. Dans is een taal zonder woorden. Alles is beeld. Belangrijk daarin zijn de kostuums, ontworpen door François-Noël Cherpin. Al 3 jaar voor de première begon François met het schetsen van de 80 verschillende ontwerpen. De prima ballerina die Mata Hari danst, moet maar liefst 11 keer van kostuum wisselen. The idea was to really take the audience on a visual journey. People are going to be really blown away by a spectacle. That's also why we do it. We want to tell a story, but we're also putting on a show. Een belangrijk thema in het ballet zijn de vele reizen die Mata Hari maakte. Overal viel het publiek voor haar persoonlijkheid en voor haar exotische dansen, verpakt in een spiritueel ritueel. Ze trad op in theaters over de hele wereld. Madrid, Monte Carlo, Wenen, Cairo, Milaan. Ontwerpersduo Clément en Sanou koos als decor daarom voor een stationshal. Wat je hier ziet zijn al die corridors. En daarboven hangt het hemellichaam, zeg maar het stationshal. Het zijn allemaal tinten grijs waar we naar kijken. Grijs is de ideale kleur om licht op te nemen. Dus je kunt ook heel makkelijk in sfeer naar een totaal ander beeld gaan. Naast een gloednieuw decor moest er voor het ballet ook een nieuwe compositie worden gecreëerd. Componist Tarek O'Regan omschrijft de muzikale taal in Mata Hari als hybride, snel, ritmisch, meeslepend en zowel positief als negatief. I think the main aspect of Mata Hari that fascinates me is the fact that her identity is born of a sort of 19th century colonial endeavor, and that has a very dark side to it. Chef-dirigent van het balletorkest, Matthew Rowe, vormt de verbindende schakel tussen de compositie, het orkest en de dansers op het toneel. The sound worlds he conjures up are really beautiful and really stunning, and we get transported from Indonesia to the Moulin Rouge. It's really fun. Na maanden van voorbereiding ging Mata Hari in 2016 in wereldpremière. Het ontving lovende recensies en het publiek sloot de voorstelling direct in het hart. Een nieuwe balletklassieker was geboren.